Yo guys, what's up? We're up on the way again after spending the night in Harstad. In part 4, we're heading further down to Harstad. And I can promise that this part is getting more exciting than part 3. The landscape will change a little bit, the weather has changed a little bit, and it's getting prettier and prettier. So, hop on in and join me. Just before Sundsvall, Danny went ahead of us. He stopped at the parking spot to take some awesome pictures. And after that, it was my turn, then to film it. Enjoy! Make a first stop at Dokstad,
for some AdBlue and a breakfast. Why fueling up AdBlue already? Well, it can be difficult to find an AdBlue pump up in the north. Yeah, that might sound strange, but I can tell you it's not a joke. A few months ago, I went again to Aarstad, and at Dorsta, the AdBlue pump wasn't working. After searching a lot, I could fuel up 90 liters AdBlue just a few hundred kilometers under Dorsta on the way back. And I can take around 95 liters of AdBlue, so yeah, you know enough. Thank you.
Hey boo, als we rondrijden bij die camp van de douche, weet je wel? Dat is echt fijn voor ons. It's time to fuel up. Putting a nice in lime and as a reward a nice Swedish breakfast. After this, we continue. Time for some calculations for the rest of the day. Nou, dan daar het volstand is het eentje 490 kilometer, Danny. Dan moet je 6 rijuren. En dan hadden we de weg 3,5. Nou, 4 erbij, 3, 4. Nee, dat speel ik op. Dat moet halen. We hebben nu 3:51 minuten gereden nu. Nou, het is nog... Ik heb hier 39, dan 480 kilometer. 485. Dus dat is 6 rijuren. Maar het is super raar, ja. Al die zaden op elke keer, 84 of zo. Ja, kijk, het is allemaal open, ja, het is allemaal zelf lopen, dus niks en wel. Kijk, je hebt weinig opgebouwd, want je kunt allemaal het gangetje erin blijven houden. Ja, je hebt een paar maar dat valt ook wel mee. Je hebt alles constant, je bent je aan. Dan lopen ze allemaal voor. Dan heb je bij jou heen en dan doet hij gelijk zo, hè. Dan doet hij toren en een overkaling. Beter wel Stockholm rijden.
oké. Dat gaat ook goed. Ik had nog verder niet gekeken, joh. Want ik zag gisteren heel die borden staan. Ik dacht, ja. Ze stoppen ook aan mij, dit is mooi, man. Komt allemaal goed. Ik zal het kennen, maar even kijken wat voor tijd tegenwoordig. Het loopt wel een stuk beter, Stockholm. Ze ging er 2 weken geleden in de spits erheen en ik kan niet eens stilgestaan. Is die tunnel nou een keertje klaar dan, of niet? Nee? Is die tunnel nou al een keertje klaar dan? Ja, het schiet nou harder op, geloof ik. Dus ik ging op toen, toen was ik, heb ik helemaal bijna niet stilgestaan. Aan de kant stond nog wel even stil, maar... Ja, hangt er ook af wat tijdje natuurlijk rijden. Dat is ook wel hard. Ah ja, zover zijn we nog niet, maar... ik zal eens kijken dan, joh. Roundabout Foundation. Keep that wheel turning, y'all. Roads in a fairy tale landscape. What an amazing country, and the nicest pieces are still to come. Jammer, als ik even kunnen aankoppelen voor de foto. Dat doe ik toch regelmatig, dus. Ja, hier stond niet zo.
7,5 graden hier, joh. Dat gaat hard ook nooit, maar kijk man. Ik heb wel zien wat er hier gelegen heeft. Ja, dat inderdaad, ja. Ja, dat is toch wel apart zo. Ja, een paar weken kan natuurlijk weer anders zijn, toch? Nou, dat is helemaal mooi, dat is goed. Maar hier in het noorden, tot wanneer moet je je winterband nou om hebben? Want Oslo is tot 1 april of zo, toch? En tot hier is toch eind april? Dat is een eigen keuze op een gegeven moment, maar dan is het winter weer aan de kant gezet. Kijk, je kent het in het noorden, dan moet je maar eigenlijk gewoon tot half mei de onderhouden. Hoeft niet, want het staat er later voor, maar ja. Hier is het voorbij hoor, over 2 weken is hier ook gewoon klaar hoor. Dan is het echt zo vanaf, ja, koud en kei, nou weet je, zulke dingen allemaal. Ja, precies. Wanneer goed is de dag dan? Eind van de maand of zo? So, the last 45 minutes. After this, we're going to Persson. Persson, how you want to call it, I don't know. But we go there so we can eat on time. The other place we want to go wasn't open anymore then. Some last overtaking footage. From here, there won't be much 4 lanes road again where we can do it, so.
Darkness falls, we are entering the Statoil of Passion. This is a nice place with a good restaurant, and it was always possible to shower here, but when we arrived, it was out of business. And a few months ago, when I was there too, it was still out of business, so yeah. Conclusion, I don't think it's gonna open anymore. Ja hoor. Groen thema vanavond. Oh? Dat is gelijk eng. Ik hoop het niet, ik kan het leuk als ze dat bord neerzetten, dat is gaaf. Je hebt wel goed gefilmd hier, maar ik wil het weer zo. Dit zijn wel leuke schoenen.
Ik was wel leuk ermee. Bijzonder. Misschien is het goed. Ja. Wat is de wifi code? Wat is het? De wifi code. Ik weet niet wat ik besteld heb, maar... Wie is dat? Ja, dat is het. Ik heb het ook allemaal die piepjes. Ja. Okay, thanks for watching, and I hope you watch next time again. Yeah. When we're gonna cross the polar circle. Yeah. I wish you a good day and even a better one tomorrow. Bye bye.